Welkom op dit Santhion webinar. Op dit webinar presenteren de 7 Santhion ziekenhuizen de behandeluitkomsten oncologie 2015. Voordat ik het woord geef aan onze artsen, wil ik graag iets meer vertellen over Santhion en over zorg voor uitkomst. Ik ben Leonie Kniessen, directeur van de vereniging Santhion. En ik ben vandaag uw gastvrouw, dit uur uw gastvrouw. Santhion is de landelijke ziekenhuizengroep van 7 grote topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland. U ziet ze achter mij. Dat zijn het Martini Ziekenhuis in Groningen, het Medisch Spectrum Twente in Enschede, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het OLVG in Amsterdam, het Sint-Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, Utrecht en Woerden en het Maastad Ziekenhuis in Rotterdam. En deze 7 grote ziekenhuizen werken samen omdat zij geloven dat de zorg voor patiënten altijd beter kan. En zij doen dat door behandelingen met elkaar te vergelijken, uitkomsten te benchmarken, variatie te bespreken en best practices van elkaar over te nemen en verbeteringen samen door te voeren. En de zorg voor onze patiënten verbetert daardoor sneller en beter, omdat de best practice van 1 van de 7 de best practice van alle 7 wordt. De ziekenhuisgroep Santhion is groot. Bijna 1 op de 7 patiënten met kanker bezoekt een Santhion ziekenhuis. En dat betekent dat onze professionals grote aantallen patiënten zien. En daardoor hebben ze niet alleen heel veel ervaring, maar kunnen we ook onderbouwd verschillen en overeenkomsten vergelijken. En daarop is eigenlijk zorg van uitkomst gebaseerd. En in 2012 zijn we begonnen met het ontwikkelen van uitkomstindicatoren, omdat we vonden dat we ook naast proces- en structuurindicatoren ook de uitkomsten van onze behandelingen moesten kunnen laten zien aan patiënten. En we zijn begonnen met long- en prostaatkanker. En in 2013 hebben we voor de eerste keer deze resultaten transparant naar buiten gebracht van 3 ziekenhuizen. Nu, 3 jaar later, en voor de 3e keer in rij, brengen we de resultaten niet alleen voor long- en prostaatkanker, maar ook voor darmkanker en ook voor borstkanker transparant naar buiten voor 6 van de 7 ziekenhuizen. Het Maastad ziekenhuis, dat net lid is geworden, zal volgend jaar hierop aansluiten. En inmiddels presenteren we ook niet alleen maar meer de uitkomsten van onze behandelingen, maar ook de nieuwe inzichten en de verbeteringen die we op basis van die uitkomsten zien, onderzoeken en implementeren. We werken met een beperkte set van uitkomstindicatoren, relevant voor patiënten. En die patiënten en patiëntenverenigingen zitten ook, en daar zijn we heel blij mee, bij ons aan tafel om met ons zowel de uitkomsten set als ook de uitkomsten te bespreken. Inmiddels ontwikkelen we geen sets meer zelf. We sluiten aan bij de landelijke registraties van de wetenschappelijke verenigingen en bij de internationale standaarden van ICHOM, het International Consortium for Outcome Measurements. En inmiddels brengen we ook daar onze eigen inzichten in. Ieder jaar laten we onze uitkomsten toetsen door een International Academic Council, zowel methodologisch als oncologisch. En dat doen we om daarmee ook de actuele stand van de wetenschap te borgen binnen onze ontwikkeling. De Academic Council was ook dit jaar complimenteus over de zorgvuldigheid en de diepte van de analyses, de gebruikte indicatoren en de nieuwe inzichten. Voordat ik overga naar onze artsen, wil ik u nog even wijzen op de poll die u nu onderaan in beeld ziet. U kunt vragen stellen aan onze artsen gedurende het webinar. Die komen binnen en die zullen wij vervolgens aan onze artsen voorleggen. En u kunt dus gedurende ook dit uur de poll beantwoorden. Maar nu eerst naar onze artsen. Want zij doen het werk in dit grote traject. Het zijn de professionals en hun teams die besteden avonden aan het actualiseren van de datasets, het duiden van de resultaten en het inzetten en het bespreken van de verbeteringen.
Namens hun collega's uit de 7 ziekenhuizen zullen achtereenvolgens Frans Schramel, longarts, George van Andel, uroloog, Yvonne van Riet, borstkankerchirurg en Harm Rutte, darmkankerchirurg, de resultaten voor 2015 aan u presenteren. Aan hun is nu het woord. Dankjewel, Leonique, om hier onze resultaten te mogen laten zien. Ik wil natuurlijk uiteraard eerst de mensen van ons longteam bedanken voor het vele werk wat zij hebben gedaan. En dat heeft tot prachtige resultaten geleid. Wat ik u eerst wil laten zien is het aantal patiënten waar het om gaat. Zoals Leonique al vertelde, worden deze analyses vanaf 2008 tot 2014 nu uitgevoerd. En we rapporteren sinds 2012. En u ziet hier het aantal patiënten wat in de 6 Santillon ziekenhuizen geanalyseerd en behandeld wordt. En u ziet dat dat meer dan 8000 patiënten zijn. En dat wil zeggen dat wij in onze Santillon ziekenhuizen ruim 12% van de longkankerpatiënten in Nederland behandelen. De volgende dia die ik u wil laten zien gaat over het stadiumverdeling. En u ziet duidelijk dat het merendeel van onze longkankerpatiënten helaas in een vergevorderd stadium bevinden, het stadium 4. Als we kijken naar de leeftijdsverdeling van onze patiënten, dan is de gemiddelde leeftijd 68 jaar. Wat natuurlijk overeenkomt met de, zoals we die ook in Nederland vinden, er is maar een kleine variatie. U ziet ook dat het merendeel van onze patiënten van oudere leeftijd is. En over de oudere leeftijd kom ik straks nog te spreken. De kwaliteitsindicatoren worden sinds 2012 gepubliceerd. En die indicatoren zijn wat longkanker betreft niet veranderd. Ik wil ze u daarom vlug laten zien. We kijken in het bovenste balkje naar de positieve resectievlakken. Dat is in al die jaren zo'n 10% gebleven. Het balkje daaronder ziet u de complicaties na chirurgie. En ook dat is een constant getal. De balkjes die daaronder weer te zien zijn, zijn de complicaties naar radiotherapie en naar chemoradiatie. En wat we zagen in de loop der jaren, dat die complicaties afnamen. Dat heeft ons enigszins bevreemd, omdat de behandeling eigenlijk niet wezenlijk veranderd is. En we moeten concluderen dat wellicht de registratie van die complicaties de oorzaak is van de vermindering van het percentage. Dit is een overzicht van de verschillende stadia en de behandelingen. Ik wil van onderaf aan beginnen. Het onderste balkje ziet u stadium 1 en dat balkje daarboven is stadium 2. Dit zijn vroege stadia van longkanker en die worden doorgaans behandeld met chirurgie. En wat opvalt is dat niet alle patiënten behandeld worden met chirurgie, maar dat dit ook leeftijdsafhankelijk is. U ziet dat de oudere patiënt minder chirurgie krijgt aangeboden dan de jongere patiënt. Hetzelfde fenomeen zien we eigenlijk in het derde balkje van onder. Dat zijn de patiënten met stadium 3, die doorgaans met chemotherapie en radiotherapie worden behandeld. En ook hier zien wij dit fenomeen weer terug, dat de oudere patiënt wat minder deze standaardbehandeling krijgt aangeboden. Het bovenste balkje ziet u uiteindelijk stadium 4. En stadium 4 wordt met chemotherapie behandeld en je ziet dat ook de oudere patiënt minder chemotherapie krijgt aangeboden. Opvallend is in de analyse dat als we kijken naar stadium 3, het verschil in levensduur eigenlijk wegvalt bij de patiënten boven 75 jaar als je het hebt over concurrent chemoradiatie, want dat is de standaardbehandeling. En het blijkt dat sequentiële chemoradiatie even effectief is als concurrent chemoradiatie. En het is zo dat die concurrent chemoradiatie tot meer toxiciteit leidt. Dus de conclusie van het verhaal is dat we wellicht de oudere patiënt niet bloot moeten stellen aan deze behandeling. Een bijzondere constatering was in de afgelopen jaren dat er veel variatie was in het geven van chemotherapie bij stadium 4 patiënten. Dat verschilt per ziekenhuis, dat varieert van 34% tot meer dan 50%. En de vraag is of dat invloed heeft op de overleving. En hier ziet u het overlevingsdiagrammetje en je ziet dat er geen verschil is in overleving. Ondanks dat het ene ziekenhuis minder chemotherapie geeft dan het andere ziekenhuis. Het feit is wel dat als je chemotherapie de overleving voor zowel de jonge patiënt als de oudere patiënt duidelijk toeneemt. Dus chemotherapie geven aan zich
Is niet het enigste wat de overleving bepaalt, want anders hadden we dit teruggezien in de verschillende ziekenhuizen. Tot slot wil ik nog wat zeggen over de PROMS. Ik zal u hier een diagrammetje laten zien hoe de PROMS worden teruggerapporteerd door de patiënten. En je ziet dat de lichtblauwe lijnen in de loop van de tijd steeds minder worden. Dat wil zeggen dat de responsen van de patiënten afnemen in de loop van de tijd. En dat is natuurlijk te verklaren doordat de overleving van longkankerpatiënten helaas niet goed is. En dat de oudere patiënten, dat ziet u in deze dia, dat de oudere patiënten moeite hebben om de vragenlijsten in te vullen en terug te sturen. Kortom, om tot de conclusies te komen, belangrijk is dat chemoradiatie bij stadium 3 patiënten een belangrijke behandeling is, waarbij we hebben gezien dat de oudere patiënt niet profiteert van de concurrent chemoradiatie, maar wel toxiciteit oplevert. Dat in de verschillende ziekenhuizen verschillende hoeveelheid chemotherapie wordt gegeven bij stadium 4 patiënten, maar dat dit niet leidt tot overlevingsverschillen. Hetgeen dus betekent dat er naast chemotherapie ook nog andere factoren een rol spelen. Ik denk dat ook de complicatieregistratie, wellicht nog wat vollediger moet, zodat we een goed overzicht krijgen van die complicaties. En ik denk dat we als longkankerteam moeten nadenken hoe we de PROMS beter kunnen inzetten om de responspercentages van de patiënten te verhogen. Leoniek, ik wou het hierbij laten. Ja, dankjewel, Frans. Er is een vraag binnengekomen. Jij vertelde over de PROMS. En ook jij zei ook in je afsluiting nu nog, daar moeten we over nadenken. Zijn er al gedachten over hoe Santhion de PROMS longkanker dan beter in denkt te kunnen gaan zetten? Ja, ik denk dat het probleem bij de PROMS is, zeker als je het hebt over een ziektebeeld waarbij de prognose slecht is en waarbij de achteruitgang van de patiënt snel kan optreden, dat we de periodes waarbij we de PROMS gaan afnemen korter moet zijn. We moeten niet na 3 maanden de PROMS gaan afnemen, maar we moeten het interval verkorten naar bijvoorbeeld 6 weken. En daarmee kan je in het begin van de ziekte al een betere interventie doen op dat gebied. Daarnaast is het zo dat de vragenlijsten op dit moment nog lang zijn en vaak moeilijk te begrijpen zijn voor onze oudere patiëntengroep. En ik denk dat we moeten werken aan een betere PROMS-lijst. Duidelijk. Dankjewel, Frans. Zijn daar meer vragen voor Frans? Dankjewel. De vraag die hierop aansluit is: hoeveel patiënten bevinden zich in de 12-maandsmeting? Dus om hoeveel patiënten gaat het dan eigenlijk? Je moet je voorstellen dat we binnen 12 maanden hebben we van zo'n 100 patiënten respons gekregen. En de afname van het aantal patiënten in de loop van die tijd is natuurlijk fors. We beginnen met een groot aantal patiënten, maar je ziet al bij de palliatieve fase, dus bij stadium 4 patiënten, dat het responspercentage belangrijk afneemt en dat het onder de 40% gaat dalen na 3 maanden. En dan is het de vraag of de PROMS nog betrouwbaar te interpreteren zijn. Ja, begrijp ik. Volgens mij gaan wij Frans afsluiten, tenzij er nog een vraag is. Ja, dat klopt, excuus. Wordt er iets gedaan, Frans, om longkanker eerder op te sporen, is een vraag die door iemand wordt gesteld. Ja, dan praat je natuurlijk over screeningsstudies. Er zijn veel screeningsstudies gedaan wereldwijd. Onder andere de Nelson-studie die van Nederlandse bodem is gekomen. En Amerikaanse studies laten zien dat screening zinvol is met low-dose CT-scans bij de hoogrisicogroepen. Dat zijn patiënten van 55 plus en die ook een risicofactor hebben qua roken. Het Zorg voor Uitkomstproject houdt zich momenteel nog niet bezig met screening, omdat screening in Nederland nog niet is ingevoerd. Ja, er komen echt nog meer vragen binnen, Frans. Toch nog een andere vraag over de PROMS. Voor wat betreft longkanker, wat gebeurt er met de PROMS in de spreekkamer als gespreksonderwerp? De PROMS worden op dit moment digitaal verstuurd naar de patiënt.
En die per ons kunnen dan weer digitaal of soms ook met post weer worden teruggestuurd. In principe wordt die vragenlijst, hè, wat we terugkrijgen, in het DPD ingeladen, zodat de behandelende dokter kan zien wat de patiënt heeft behandeld. En soms is het ook zo dat de patiënt ook aangeeft dat hij een vragenlijst heeft ingestuurd en dat hij daar graag tijdens het spreekuur wil over praten. Ja, dus de vraag eindigt ook of belanden de resultaten alleen in de database vanuit onderzoeksdoeleinden. Het antwoord op daarop is dus nee. Nee, daar wordt zeker actief mee gewerkt. Oké. Wou het daarbij laten. Met dank voor alle vragen voor Frans Schramel. Dankjewel Frans. Ik wil overgaan naar Sjors van Andel, uroloog, die u meer zal vertellen over de resultaten prostaatkanker 2015. Lenik, dankjewel voor deze uitnodiging. Ook voor prostaatkanker hebben we een analyse gedaan. En ik zal even de goede dia voorzetten. Die analyse betreft ongeveer 8000 patiënten. Een kleine 8000 patiënten inderdaad in de periode van 2008 tot 2014. En ik wilde jullie eigenlijk meenemen naar de twee belangrijkste bevindingen. Je kunt je voorstellen dat analyses van zo'n schat aan data veel oplevert. Te veel om hier in korte tijd te bespreken. Daarom wil ik jullie toch vertellen over de twee belangrijkste bevindingen waar we ook verder wat mee gaan doen. Wat jullie hier zien is een verdeling van de behandelmodaliteiten. En dat is de behandelmodaliteiten voor patiënten met een gelokaliseerd prostaatcarcinoom. En er vallen eigenlijk twee dingen vallen op. Als je kijkt naar het Martini ziekenhuis en het OVG, dan worden daar relatief veel patiënten behandeld met uitwendige radiotherapie. In vergelijking met het Canisius Wilhelmina ziekenhuis, waar juist veel patiënten worden behandeld met een radicale prostatectomie. En als ik je nou meeneem naar de volgende dia, dan kunnen we dat toch wel misschien enigszins begrijpen. Want juist daar zie je, en dat is een dia waar we de D'Amigo-score in kaart hebben gebracht. Dan kun je zien dat het OVG en het Martini ziekenhuis relatief veel patiënten hebben met een hoog risicoscore. Terwijl het CWZ relatief minder patiënten hebt. En als we kijken naar de richtlijnen, dan zou je inderdaad, daar staat in dat je voor patiënten met een hoog risico als eerste optie toch externe radiotherapie zou kunnen doen. Gaan we naar de volgende dia. En dat gaat over de uitkomsten, want we hebben gezegd hè, dat we ons met Santillon ook met name richten op de uitkomsten en wel de overleving. En dit is een dia waar patiënten overleving ziet bij patiënten met een laag risicoprofiel die in opzet curatief zijn behandeld. En het is een lastige dia, maar ik neem u even mee. Als je kijkt naar de overleving van de prostatectomie onderaan, dan is dat de overleving ten opzichte van het gemiddelde van de andere drie overlevingen. En dan lijkt het waarbij 1, dat staat eigenlijk voor het gemiddelde van de andere behandelmethoden, voor de overleving daarvan. En dan zie je dat de prostatectomie het mogelijk iets beter doet. Ik kom er zo op terug, omdat dat natuurlijk niet in lijn is wat we uit de literatuur kennen. Als we kijken naar patiënten met een middel- en hoog risicoprofiel, dan ziet u in overleving geen verschil tussen de behandelmodaliteiten. En dat is geheel in overeenstemming met hetgeen we uit de literatuur kennen. Een tweede interessante groep zijn de patiënten met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom, een primair gemetastaseerd prostaatcarcinoom. Als we daarnaar kijken naar de overleving voor alle ziekenhuizen, dan zien we uit deze dia dat er geen verschil is. Kijken we echter, en dat is echt iets interessants, naar patiënten die direct of uitgesteld hormonaal zijn behandeld, dan zien we wel een verschil. We zien een verschil in overleving voor patiënten die direct hormonaal behandeld zijn versus het uitgestelde behandeling, waarbij de patiënten die direct worden behandeld het beter doen, een betere overleving hebben dan patiënten met een uitgestelde behandeling. Kom ik tot mijn conclusies? We zien in deze analyse bij deze groep dat patiënten met een laag risicoprofiel, dat de radicale prostatectomie mogelijk een betere overleving heeft. En wat ik al zei, dat is niet in lijn met de resultaten in de literatuur. Dus we gaan dit nader onderzoeken. Waar kan dit nu in zitten? Een van de dingen is mogelijk dat in de groep met active surveillance, dat daar patiënten zitten die ondergestadieerd zijn. Of dat in die groep patiënten te laat, dat we niet op tijd hebben kunnen vaststellen wanneer er sprake is van tumorprogressie.
Er is nu een project gaande om dat nader uit te zoeken. Het tweede is dat we patiënten die direct hormonaal behandeld worden, als ze gemetastaseerd zijn, primair of zelfgemetastaseerd, een betere overleving hebben als we dat vergelijken met uitgestelde hormonale behandeling. En dat is nog niet in lijn wat we weten, hoewel ik begin dit jaar in San Francisco was en bij een expert meeting werden er data getoond, geclusterde data van 6 grote klinieken aan de westkust in Amerika, waarbij vergelijkbare resultaten werden gepresenteerd. Dus patiënten met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom die direct hormonaal behandeld worden, werd bij die data gezegd dat die een betere overleving hadden van ruim 8 maanden. En dat is toch aanmerkelijk. Ook wij vinden dat opmerkelijk. En in het kader van een KWF-project gaan we nader onderzoeken of deze data helemaal juist zijn, correct zijn. En of we kunnen analyseren en kunnen uitvinden welke patiëntengroepen mogelijk er extra voordeel bij hebben. En tot slot, het laatste van de dia. We hebben het steeds dat de patiëntenoutcome heel erg belangrijk is en dat het over direct ook de complicaties gaat. We hebben helaas moeten vaststellen dat de kwaliteit van de geregistreerde complicaties toch niet helemaal goed is. Dat kan beter, evenals de compliance van de prompts. En we zullen daar ook op inzetten om die resultaten aanmerkelijk te verbeteren. Ik denk dat dit in het kort was en de belangrijkste weergave van de analyses van de prostaatkankerdata. Volgens mij ook een duidelijk verhaal. We hebben daar een vraag over. En die gaat over die active surveillance. Jij vertelde dat daar momenteel ook naar wordt gekeken van hoe dat nou kan. En eigenlijk is de vraag, hoe denkt Santjon lokale tumorprogressie bij deze patiënten beter te kunnen onderkennen? Hebben jullie daar al richtingen voor? Nou, we weten allemaal dat de MRI van de prostaat ongelooflijk in opkomst is op dit moment. En dat we met name wat betreft de lokale stadiering mogelijk met de MRI nauwkeuriger kunnen zijn dan met de initiële klinische stadiering. Opvallend is dat ik net liet zien dat bijvoorbeeld in het OVG de lokale stadiering hoger was, waardoor er meer patiënten in een hoog risicoprofiel zaten. En wij gebruiken al sinds 2011 de MRI voor de lokale stadiering. Dus dat zou een reden kunnen zijn. En het zou dus ook kunnen zijn dat patiënten die met de MRI worden gestadieerd, dat die in een hoger risicostadium komen dan als ze met de initiële en originele klinische methode worden gestadieerd. Het tweede is dat op de MRI van de prostaat met de PIRAT-score, dat er een absolute relatie is tussen de PIRAT-score en de Gleason-score. Dus je zou gericht MRI-geleid kunnen biopteren als er sprake is tijdens de active surveillance, tijdens de follow-up van een PIRAT 4 of 5, om te kijken of er ook sprake is van een upgrading, dat de Gleason score hoger wordt, wat een absoluut moment zou kunnen zijn om te zeggen dat er sprake is van een actieve tumor en dat er overgegaan moet worden tot een in opzet curatieve behandeling. We mogen elkaar niet aankijken. Ik kijk maar de verkeerde kant op. Er zijn geen vragen, begrijp ik, van het team uit het webinar voor Sjors. Dus ik denk dat je een heel helder en duidelijk verhaal had. Mag ik jou daarvoor danken? Graag gedaan. Dan wou ik Yvonne van Riet, borstkankerchirurg, uitnodigen om de resultaten van borstkanker 2015 te presenteren. Yvonne. Ook met de aantallen, omdat zoals eerder gezegd, ook hier gaat het om een grote groep patiënten, borstkankerpatiënten die in alle Santjon ziekenhuizen worden behandeld. Namelijk een kleine 10.000 patiënten en dat is ook weer zo'n 10% van de patiënten met borstkanker die in Nederland worden behandeld. Als we dan wat dieper gaan kijken naar hoe die verdeling is, met name van leeftijd binnen de Santjon groep, dan zie je dat daar de grootste groep patiënten tussen de 50 en de 70 jaar is. En dat eigenlijk gelijk verdeeld is over alle Santjon ziekenhuizen, dus de 6 ziekenhuizen die nu meedoen. Behalve dan bij het OVG, waar ongeveer een kwart van de patiënten tot de jongere patiëntengroep behoort. Daarnaast hebben we gekeken naar de verdeling van de klinische tumorstadia in de 6 verschillende ziekenhuizen. Ongeveer 15% van de patiënten presenteert zich met een decis in de borst als eerste presentatie. En rond de 5% van de patiënten komt binnen met gemetastaseerde ziekte, dus behoeft een palliatieve behandeling. Ook daar zie je een kleine uitschieter bij een van de ziekenhuizen, het Medisch Spectrum Twente, wat een iets oudere patiëntengroep lijkt te behandelen. Verder is de verdeling ook daar gelijk over de
zes ziekenhuizen. Het gaat er dan natuurlijk om van ja, hoe zijn we die groep patiënten gaan behandelen? En dan met name de chirurgische behandeling. Zoals gezegd is er een kleine groep patiënten die met gemetastaseerde ziekte binnenkomt en die dus een palliatief traject ingaat. Dan blijkt er een kleine groep patiënten die zowel in de DESIS-groep als in de stadium 3-groep uiteindelijk niet behandeld wordt. Dat is maar 6%. Maar daarnaast wordt 75% van de patiënten eigenlijk direct behandeld. 13% krijgt eerst neo-adjuvante therapie. En die neo-adjuvante therapie, daar hebben we gekeken van ja, hoe is dat nou in de loop van de jaren gegaan binnen onze groep. En dan zien we dat er een toename is van de neo-adjuvante therapie. Zowel de chemotherapie als de hormonale therapie hier bij elkaar in beeld gebracht. Waarbij je ziet dat die dus upfront worden behandeld. En dat is ook een beetje de tendens. Hè, als je weet dat je adjuvant zou gaan behandelen, denk aan HER2-positieve patiënten, hè, dan wordt dat neo-adjuvant aangeboden aan de patiënt. Een andere interessante ontwikkeling is de behandeling van de OXL. De positieve OXL, al dan niet klinisch, al dan niet na sentinel node. En is het een klinische N1, wordt er veelal gekozen voor neo-adjuvante therapie. Positieve sentinel node, adjuvante therapie. Maar je ziet vooral dat in beide groepen een afname is in de chirurgische therapie. En dat betekent ook weer vanuit patiëntperspectief een afname van de morbiditeit. Dus patiënt wordt wel behandeld, maar dan met radiotherapie, maar niet meer chirurgisch. Iets anders wat we in kader van de operatieve behandeling hebben bekeken is, we hebben niet gekeken naar de radicaliteitscijfers. Daar hebben we wel naar gekeken, maar die laat ik hier nu niet zien. Maar naar de reoperaties die plaatsvinden door de complicaties. En dat is iets wat niet eerder in beeld is gebracht. Dat is een klein aantal en dat is niet per se onderscheidend. Maar je ziet bijvoorbeeld wel dat bij patiënten met een hoge comorbiditeit, dat je daar toch een hoger percentage aan reoperaties ziet. Ook weer vanuit patiëntperspectief kan dat een belangrijk probleem zijn. Verder inzoomend op die verschillende behandelingen, dan zie je ook nog best wel een groot verschil in het type behandeling wat per leeftijd wordt aangeboden. Hè. De oudere patiëntengroep die onder in beeld staan, de 80-plus patiënten, die in minder dan de helft van de gevallen een borstsparende behandeling krijgt. En dat zou verklaard kunnen worden door het feit dat de oudere patiënt misschien wel kiest voor geen bestraling, zoals dat bij de borstsparende behandeling hoort. En je ziet het ook bij de jongere patiëntengroep. Maar die presenteert zich vaak weer in een ander tumorstadium. En veelal ook zie je daar de vrouwen met genetische afwijkingen, wat een reden kan zijn om voor ablatie te kiezen. Reconstructie. Misschien niet heel verrassend, maar ook daarin zie je dat de oudere patiënt niet kiest voor een reconstructie. En dat alles heeft zeker ook te maken met de verdeling van het tumorstadium per leeftijd. Waarin je ziet dat DESIS, met name in de groep tussen 50 en 70, de patiëntengroep die via het bevolkingsonderzoek aan onze ziekenhuizen wordt aangeboden. En dat de hogere klinische stadia meer voorkomen in de groepen die daar buiten vallen. Dat zijn zowel de jongere als de oudere patiëntencategorieën. En daarvan afgeleid zie je ook behandeltrajecten zoals borstsparende of borstverwijderende operaties zich ontwikkelen. Neo-adjuvante therapie hebben we het net al even over gehad. De ontwikkeling in de tijd binnen Santillon. Maar hier zie je ook nog de ontwikkeling in de leeftijdscategorieën. Dus niet alleen, je ziet een grote groep neo-adjuvante therapie bij de jongere patiëntengroep. Maar je ziet ook dat in de oudere patiëntengroep, dat is weer het onderste balkje, de 80-plus patiënt, dat die toch in 75% of meer adjuvant behandeld wordt. Dus het is zeker geen onderbehandeling bij de oudere patiënt. Hierbij een tabel waar we twee datagroepen naast elkaar hebben gezet. Aan de linkerzijde de ongecorrigeerde overlevingsdata vanuit het IKNL in de periode 2011-2015. En daarnaast de ongecorrigeerde ziektevrije overleving binnen de Santillon ziekenhuizen niet helemaal met elkaar te vergelijken. Maar we wilden toch een tendens laten zien dat binnen de Santillon ziekenhuizen we
vergelijkbare of misschien wel betere ziektevrije overleving hebben voor de verschillende stadia. De conclusies voor de behandeling van borstkanker binnen Santillon is dat het type resectie en ook de systemische behandeling verschilt per categorie, zowel leeftijdscategorie als stadium. Dat neo-adjuvante behandeling toeneemt in de afgelopen jaren die bekeken zijn. En dat er een sterke afname is van het aantal lymfeklierdissecties, zoals de landelijke tendensen zijn. En dat we natuurlijk nog wat te wensen hebben, en dat is zeker ten aanzien van de complicatieregistratie, zoals we die nu opgestart zijn, in ieder geval voor de chirurgische behandeling, maar zeker ook nog voor de systemische therapie, nader bekeken zou moeten worden. En eerder door de collega's urologen en longartsen genoemd, de PROMS die we bij borstkanker dit jaar gaan introduceren. Dit is denk ik een korte samenvatting van heel veel datawerk. Zeker, Yvonne. Dank je wel. Er zijn vragen voor jou binnengekomen. Ja. Allereerst, zijn er al verbetertrajecten gestart naar aanleiding van deze data? Ja, zeker. De data zijn gebruikt in een vervolgtraject, het Value-Based Healthcare traject, waarbij er verbetercycli worden gestart. En daarvoor zijn een aantal van de uitkomstindicatoren zijn uitgekozen om daarin per ziekenhuis, maar ook Santillon breed, te gaan verbeteren. Denk aan dagopname. Hebben we gezien dat er toch minder patiënten die borstsparend behandeld worden in dagopname worden behandeld dan we dachten. En dat is bijvoorbeeld een traject wat we nu nader analyseren. Maar niet alleen analyseren, maar ook willen gaan beïnvloeden. Voldoende, dankjewel. Dit is een vraag ook, die begint ook met beste Yvonne. Het ontbreekt aan openbare uitkomstindicatoren voor borstkankerzorg. Ja. Welke reeds geregistreerde cijfers moeten volgens jou snel, tussen haakjes snel, openbaar komen voor onder andere patiëntenverenigingen en verzekeraars? Ja, het allermooiste zou natuurlijk zijn als je een soort dynamische set zou hebben, hè, die je per ziekenhuis continu online zou hebben. Denk aan toegangstijden, doorlooptijden, maar zeker ook patiënttevredenheid. En dat is zeker iets waar we naartoe moeten werken. Ik denk dat je dan de echte transparantie te pakken hebt. Maar ik denk dat dit een heel mooi begin is waar we nu mee bezig zijn. Dus ja, van hieruit gaan we verder. Ja, en daarvoor zijn we ook in gesprek met de ja. patiëntenvereniging. Met de patiënten, ja, borstkankervereniging ja, Nederland denkt mee. Ja, ja. Precies. Nog een vraag. Geldt eigenlijk voor alle resultaten. Eigenlijk voor het hele traject, denk ik. Voor heel zorg voor uitkomst. We kijken nu alleen naar zorguitkomst, maar is value-based healthcare niet de deling zorg, waarde op kosten? En dat laatste element mis ik in de presentatie tot nog toe. En we weten dat bij darmkanker hetzelfde zal gelden. Hoe waarderen we, meten we deze betere uitkomsten nu als deze deler nog ontbreekt? Kun je daar iets meer over vertellen, Yvonne? We zitten natuurlijk midden in dat traject. Ja, precies. Dat is zeker iets wat nieuw is, wat tot nu toe nog niet gedaan is. Maar wat in het value-based healthcare traject een derde van de indicatoren vormt. Waarbij we echter blijven sturen op patiëntenuitkomsten. De patiënt zit ook aan tafel. En we zijn ervan overtuigd dat als we de kwaliteit van de patiëntenzorg, als die goed blijft, dat we dan ook de kosten kunnen beheersen. We kijken dus wel prima naar de kosten, maar sturen op basis van patiëntenkwaliteit. Denk aan grote hoeveelheden, dure onderzoeken, MRI's, CT-scans, waarvoor de patiënt iedere keer terug zou moeten komen naar het ziekenhuis. Of je die niet gestroomlijnder aan zou kunnen bieden, wat in het voordeel van de patiënt is, maar zeker ook de kosten beter zou kunnen beheersen. Dus dat is een klein onderdeel van kostenbeheersing wat we in value-based healthcare meenemen. Ja, wat jij zegt, we zijn binnen Santillon begonnen met een programma value-based healthcare. Ja. Eigenlijk als een logisch vervolg op zorg voor uitkomst. Ja. Om inderdaad ook de kosten en ook de procesindicatoren hier weer aan te relateren. Koppelen, ja. Ja. Dat waren de vragen die vanuit het webinar voor jou zijn binnengekomen, Yvonne. Dank je wel voor je heldere toelichting en antwoorden. Mag ik Harm Rutte uitnodigen, darmkankerchirurg,
die u iets meer zal gaan vertellen over de resultaten darmkanker 2015 in de Santion ziekenhuizen. Ja, dankjewel. Dank voor de mogelijkheid om iets over onze resultaten te vertellen. Het sleutelwoord in deze bijeenkomst is natuurlijk toch het transparant maken van resultaten. En dat doet zich meteen, toen we bij elkaar kwamen zitten met de ziekenhuizen, de vraag voor wat wil je nou eigenlijk transparant maken? Zijn we inderdaad aan het zoeken, zoals sommige stakeholders denken, wat is het beste ziekenhuis of wat is zelfs de beste chirurg? Maar het zal duidelijk zijn dat het beste ziekenhuis of de beste chirurg niet alle patiënten kan behandelen die in Nederland met darmkanker voorkomen. Ook de darmkankerpatiënten aantallen in de Santion ziekenhuizen, die zijn vergelijkbaar met de aantallen die genoemd zijn voor borstkanker en voor prostaatkanker. We zitten ook zo'n beetje tegen de 9000 patiënten aan. Dus met andere woorden, wat is het doel van die transparantie en wat is het doel van de indicatoren die we gebruiken? Dat moet toch zijn dat je met elkaar in overleg komt en vooral tot trajecten komt waarbij je de kwaliteit van de zorg kunt verbeteren. Daarom zijn we bij elkaar komen zitten en hebben gekeken naar die uitkomsten. Uiteraard gebruiken wij ook de gegevens die al verzameld worden door de IKNL, door de DSCA uiteraard ook. Dat zijn enorme datasets die heel veel inzicht kunnen geven in hoe we presteren. En verder hebben we de mogelijkheid gehad om die datasets, die patiënten te koppelen aan overlevingsdata. En daar gaan we dan ook naar kijken. Binnen de darmkankerchirurgie is een van de belangrijkste items is of er een adequate chirurgische behandeling plaatsgevonden heeft. Is denk ik geen enkele vorm van maligniteit waarbij zo het focus in de laatste jaren is gekomen op dat die kwaliteit van de chirurgie goed moet zijn. Los van natuurlijk het hele traject van behandelingen, van of er een goede voorbehandeling gekozen is of een goede nabehandeling gekozen is. En dat zijn dingen waar we naar gekeken hebben. U ziet hier de aantallen, zoals ik al genoemd heb, per ziekenhuis. Als je die allemaal weer bij elkaar optelt, dan zit je ook weer aan kleine 8000, tussen de 8000 en 9000 patiënten. De ziekenhuizen zijn dus zeer goed vergelijkbaar. Ik denk dat dat belangrijk is, omdat als je met elkaar in gesprek komt, je eigenlijk terug moet kijken naar een adequate set van patiënten. Het gaat om iets en het gaat om vergelijkbare groepen. Zoals u ziet is er ook bij darmkanker gaat het om colonkanker en dus dikke darmkanker en endeldarmkanker, de rectumcarcinoompatiënten. Het is een belangrijk verschil omdat beide groepen van patiënten door een ander behandeltraject gaan. Daar waar colonkankerpatiënten meestal toch snel geopereerd worden, is het bij endeldarmkankerpatiënten, bij rectumcarcinoompatiënten belangrijk dat ze in een traject zitten waarbij een goede volgorde van behandelmodaliteit gedaan wordt. Denk hierbij aan preoperatieve radiotherapie. Dat kan een korte serie zijn, dat kan een lange serie zijn. Nu met de nieuwe studies die komen, zullen we ook gaan kijken naar preoperatieve chemotherapie. Want we weten dat postoperatieve chemotherapie bij endeldarmkanker niet zo effectief is, terwijl het bij colonkankerpatiënten wel zo is. Je ziet hier ook al dat alle ziekenhuizen niet helemaal vergelijkbaar zijn. Er zijn ziekenhuizen die wat meer en wat minder verdeling hebben van endeldarm- en colon-carcinoompatiënten. Dat wijst ook op een belangrijk gegeven wat we in Nederland hebben. Je kunt er niet van uitgaan dat elk ziekenhuis dezelfde pluk patiënten behandelt. Dus er vindt in Nederland samenwerking plaats. Ziekenhuizen verwijzen naar elkaar. En ziekenhuizen die richten zich toe op complexe patiënten. En dat zie je eigenlijk overal. We hebben het hier over de primaire patiënten. We hebben het hier bijvoorbeeld niet over de leveruitzaaiingschirurgie. Want dan zou je weer andere beelden krijgen. En hetzelfde geldt voor metastase in de long. Je ziet dat de leeftijdsverdeling wel ongeveer gelijk is. Er zijn kleine verschillen tussen de ziekenhuizen. Het heeft ook met het verwijspatroon te maken. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de body mass index. Nou, je kunt je voorstellen dat een chirurg die dikke patiënten moet opereren wat lastiger heeft. En dat kan uiteindelijk invloed hebben op de uitkomsten. Maar ook dat is heel goed vergelijkbaar tussen alle ziekenhuizen. En we hebben ook de mogelijkheid gehad om te kijken naar de comorbiditeit. Wat brengt de patiënt verder aan problemen mee? En hoe kun je dat verdisconteren in de uitkomsten die uiteindelijk komen? En je ziet ook dat hier de ziekenhuizen zeer goed vergelijkbaar zijn. Een afgeleide daarvan voor de anesthesist is de ASA-score. Dat zegt iets over hoe gezond een patiënt is, waarbij met name de score aan de ver aan de rechterzijde, dat zijn de patiënten die hoge risico's lopen als ze geopereerd worden. En
ook daar is het belangrijk dat als je met elkaar aan tafel wilt gaan zitten, dat niet één ziekenhuis de allerslechtste patiënten van Nederland gestuurd krijgt. Belangrijk is ook om te kijken naar hoe is de stadiumverdeling. Vergelijkbaar als met de vorige sprekers is dat een heel belangrijk iets om uitkomsten, met name overlevingscijfers, te correleren aan in welk stadium wordt de patiënt geopereerd. Het kan best zijn dat sommige ziekenhuizen toch andere stadia behandelen. En zoals gezegd, we kijken nu alleen naar de primaire patiënten, maar ook naar de patiënten die uitzaaiingen hebben en behandelingen daarvan. Dat zal in de toekomst zeker onderwerp van discussie gaan worden hoe we dit moeten behandelen. Uiteindelijk wil je het hele traject bekijken. Nou, deze slide staat er eigenlijk in om te laten zien dat op dit gebied van de primaire behandeling er toch ook een sprake is van onderlinge samenwerking. Je ziet hier dat er een bepaalde type behandelingen niet in alle ziekenhuizen aangeboden worden. Het gaat hier om de HIPEC-behandeling bij de patiënten die zich primair manifesteren met uitgezaaide ziekte in de buikholte. Die krijgen een behandeling zoals HIPEC. En die HIPEC-behandeling, dat wil zeggen dat er chemotherapie tijdens de operatie gebruikt wordt om de buik mee te spoelen. Je ziet dat het gebeurt in Sint Antonius en in het Katrina ziekenhuis. Overige ziekenhuizen die verwijzen patiënten voor deze behandeling naar deze beide ziekenhuizen, waardoor natuurlijk een zekere vertekening in de resultaten komt. En het Katrina ziekenhuis doet dan ook iets meer aan rectumcarcinoom patiënten, waarbij intraoperatieve radiotherapie, dus de mogelijkheid om patiënten die eigenlijk niet radicaal geopereerd kunnen worden, toch een radicale resectie te geven en dan met bestraling tijdens de operatie. Dat is ook een tamelijk gespecialiseerde behandeling die maar op enkele plaatsen in Nederland gebeurt. Nou, dan iets over de resultaten. Zoals ik al zei, de CRM is een, dus de marge, de chirurgische marge, is een belangrijke uitkomstvariabele. En je ziet dat de Santion ziekenhuizen een iets slechtere uitkomst hebben dan gemiddeld in Nederland. Het gaat hier om een paar procent. En het is interessant om te kijken wat daar de oorzaak van zou kunnen zijn. Het heeft toch iets te maken dat alle Santion ziekenhuizen binnen hun regio een bepaalde positie innemen, waarbij ze verwijzingen krijgen van de omliggende ziekenhuizen met de juist iets slechtere patiënten. Maar uiteraard is dit iets waar we verder ook, dit is natuurlijk uitdagend om dit beter te krijgen. Het omgekeerde zien we een klein beetje weer bij de complicaties. Ook dat ligt goed in lijn met wat in Nederland gemiddeld genomen gezien wordt. Maar we zien dat de Santion ziekenhuizen daar zeker niet een slechte beurt maken. En waar ze zeker geen slechte beurt maken, dat is het failure to rescue fenomeen. Dat betekent als een patiënt dan complicaties krijgt, het zijn vaak oudere patiënten, de kans op overlijden neemt daardoor toe. En failure to rescue betekent dat er maar weinig patiënten, hoe lager die cijfers liggen, hoe beter als het ware die rescue van die patiënten plaatsvindt. En hier doen de Santion ziekenhuizen met hun level 1 IC's en hun grotere chirurgische teams en hun grotere ondersteunende teams het waarschijnlijk net iets beter dan het landelijk gemiddelde. Dus ik denk dat dat iets is waar we verder onderzoek naar moeten doen om te kijken waar dat nou precies in zit. Hier ziet u de overlevingscijfers per stadium voor dikke darmkanker. En ook dit is in lijn met wat in het landelijk gemiddelde gezien wordt. En het is een trend die wij zien die in over de hele wereld plaatsvindt, dat de uitkomsten van dikke darmkanker, met name van endeldarmkanker, beter aan het worden zijn. En gelukkig kunnen we zeggen dat de uitkomsten van dikke darmkanker en endeldarmkanker, die hier staat, tot de beste van de wereld, behoren in Nederland. En dat is dus niet alleen in de Santion ziekenhuizen, maar dat geldt eigenlijk voor heel Nederland. U ziet hier ook dat alle beginstadia het eigenlijk goed doen. Alleen de patiënten die zich met gemetastaseerde ziekte presenteren, die doen het beduidend slechter. Nou, om tot de conclusies te komen van deze samenwerking en die geleid heeft tot deze gezamenlijke analyse. Ik denk dat het belangrijk is om aan te sluiten bij de landelijke databases. Maar de landelijke databases hebben niet de mogelijkheid
om zeg maar tot die vergelijking op ziekenhuisniveau te komen. Je blijft naar indicatoren kijken en je weet niet zeker of die indicatoren ook datgene leveren, laten zien wat je verwacht. Het is heel gemakkelijk om te denken dat sterfte in een ziekenhuis een belangrijke indicator is. Maar de ziekenhuizen die de hoogste sterfte hebben, hebben waarschijnlijk de meest complexe patiënten. Die moet je dus ook vergelijken met vergelijkbare ziekenhuizen. En dus dan moet je op een andere manier naar die data kijken. En de uitdaging voor de Santillon ziekenhuis is om dat voor elkaar te krijgen. En uiteraard zijn er zaken die we kunnen verbeteren. We kunnen onderzoeken welke patiënten zijn het nou die een positieve CRM hebben, die dus toch het chirurgisch snijvlak niet in orde hebben. En we zien natuurlijk toch dat we daar wat betreft zeg maar, de mogelijkheid om patiënten die complicaties krijgen, om die er doorheen te slepen, dat die goed zijn. En waar ligt dat nou precies aan? Daar kunnen anderen ook iets van leren, dat moeten we naar buiten brengen. Kortom, het belangrijkste is, transparantie is heel belangrijk, maar transparantie aan zich is niet vergelijkbaar met het AD-lijstje, waarbij je de 100 ziekenhuizen op rij zet. In Nederland moeten we gewoon proberen om te kijken en te begrijpen wat achter die data zit. Daar wil ik het graag bij laten. Dankjewel, Harm, voor je toelichting bij deze uitkomsten. Ik heb een aantal vragen binnengekregen en volgens mij de eerste heb je eigenlijk min of meer al een beetje beantwoord. Want de vraag is, wat is de meerwaarde van een analyse met Santillon naast de landelijke datasets? En jij zei daar kort al even iets over. Nou ja, die landelijke datasets zijn enorm belangrijk. Die laten vergelijking zien tussen alle ziekenhuizen in Nederland. Die geven daar een heel stuk inzicht over. Maar het blijft op basis van indicatoren. En een indicator is iets afgeleids. Zoals ik al zei, sterfte of complicaties kan hele andere redenen hebben waarom dat in het ene ziekenhuis anders is dan het andere ziekenhuis. Dus deze samenwerking biedt ons de mogelijkheid om in de diepte van deze data te gaan. Ja. En wat ik er ook uit haal is, ook als ik kijk naar longkanker of naar prostaatkanker, daar zitten we al veel meer ook in de nieuwe inzichten en de verdieping. En dat is eigenlijk de volgende stap die jullie ook willen maken. Ja, ik denk, we zijn op deze manier nog niet zo lang bezig. We zijn natuurlijk toch eigenlijk pas begonnen met deze vergelijkingen. Ja. En de projecten die hieruit voortkomen, die moeten hun vruchten nog afwerken. We hopen dat in de komende jaren te presenteren. Een andere vraag die binnenkwam. Is failure to rescue inderdaad de belangrijkste indicator op dit moment? En wat kunnen we hier dan mee? Ja, nogmaals, wij weten niet wat de variabelen zijn die aan failure to rescue ten grondslag liggen. Ik denk dat in Nederland het heel erg belangrijk is dat er ziekenhuizen blijven bestaan die de complexe en die de gecompliceerde patiënten opnemen, overnemen van ziekenhuizen die minder mogelijkheden hebben. En dan moet je laten zien dat je dat inderdaad ook waar kunt maken. Failure to rescue in ziekenhuizen van onze soort, zeg maar, met onze manier van aanpak, zegt wel iets over onze ziekenhuizen, zal ik maar zeggen. We zijn in staat om die hulp aan omliggende ziekenhuizen te leveren. Daarmee zijn we niet beter of we zijn dan de andere ziekenhuizen. Het gaat erom, we hebben een goede samenwerking nodig met de ons omliggende ziekenhuizen. En dat is denk ik ook iets waar toch landelijke registraties de fout in gaan, doordat het verschil, de praktijkvariatie, het verschil van patiënten per ziekenhuis te weinig aan bod komt. En daar ligt een kans voor ons als Santillon ziekenhuis. Okay. Maken jullie bij darmkanker al gebruik van PROMS? Dat is een vraag. Ja, in de DSCA-registratie gaan de PROMS ingevoerd worden. En er zijn een aantal projecten lopende die de PROMS zal registreren. Maar het is nog niet standaard ingevoerd in alle ziekenhuizen. Okay. Maar het gaat wel komen, ja. Laatste vraag voor jou. Wat kan je zeggen over de niet geopereerde patiënten met darmkanker? Zijn die al meegenomen in de analyses? Die worden in zoverre zijn die niet meegenomen in de analyses, omdat we eigenlijk vanuit de DSCA-database gekeken hebben. En in die DSCA-database zitten de niet geopereerde patiënten nog niet in. Dus wat wij van de niet geopereerde patiënten weten is, moet via de ICANL-database komen. Mits er dus PA verkregen is van deze patiënten. Maar in de DSCA-database, die de belangrijkste
basis is voor de onderlinge vergelijking van de ziekenhuizen, worden die patiënten nog niet meegenomen. Nee. Dus daar moet ik het antwoord schuldig blijven. Dus die koppeling zou nog moeten plaatsvinden. Ja. Sorry, er komen toch nog vragen binnen. Ik wou ze toch nog maar even stellen, nu we nog wat tijd hebben in afwachting ook van Arja Broenland. Is de invloed van het landelijk screeningsprogramma al zichtbaar in de cijfers? Of is dat te vroeg? Dat is nog niet, ja, kijk, het landelijk screeningsprogramma komt in de cijfers van 2015 al tot uitdrukking. Je ziet dat alle ziekenhuizen, als je dat per jaar bekijkt, dan zie je een toename van het aantal darmkankerpatiënten. En dat is natuurlijk ook de praktijk die wij zien. Het betreft overigens, je zou verwachten dat je daarmee de vroegopsporing eigenlijk aan het doen bent, maar dat duurt nog jaren voordat we profijt hebben van die vroegopsporing. Het zijn vooral de complexe patiënten die met het screeningsprogramma ook gevonden worden. Dus de patiënten die al onderweg zijn, maar die niet naar de dokter gaan en die nou via het screeningsprogramma toch gevangen worden. Dus we zien daar een zeer positief effect in de zin van dat we meer patiënten krijgen en patiënten die het echt nodig hebben om behandeld te worden. Ja. Ik denk dat deze vraag aanhaakt op wat jij net vertelde. Is de huidige vorm van case mix correctie niet voldoende? Dat is een vraag die binnenkomt en omdat jij zei, tenminste ik neem aan dat hij daar op doelt, is dat je in de DSCA die vergelijkingen wat minder goed kan maken. Kijk, case mix correctie maakt het mogelijk om resultaten van ziekenhuizen onderling in een rijtje als het ware af te zetten. En wat je ziet is dat de kwaliteit van de endeldarm en dikke darmkankerzorg in Nederland erg goed is. Dus de vraag is wat we eigenlijk zien. Kijken we op die manier naar een hele smalle bandbreedte? Ik bedoel, als we 100 mensen naast elkaar zitten en kijken hoe lang ze zijn, dan zijn er altijd 50 de grootste en 50 de kleinste. Dat is statistiek. Dat wil niet zeggen dat tussen die kleinste lilliputters zitten. Dat is zeer onwaarschijnlijk in Nederland. Dus waar we eigenlijk naar kijken is naar een soort bepaalde bandbreedte voor Nederland als we alleen maar naar alle ziekenhuizen kijken. Dat zegt nog niet iets of de laagste en de hoogste dezelfde dus een verkeerde kwaliteit leveren of juist een veel betere kwaliteit leveren. Vergelijkingen tussen ziekenhuizen onderling, 1-op-1 of 1-op-7 in ons geval, laat praktijkvariatie zien beyond, als het ware, de indicatoren die we testen. En die geeft meer inzicht, zoals het vroeger altijd gegaan. Zo zijn we verder gekomen, zo zijn de nieuwe inzichten in behandeling gekomen. Vergeet niet, een registratie aan zich doet iets achteraf. Waar het natuurlijk om gaat, is om vooraf tot de juiste behandeling te komen. En dat kunnen we niet met een registratie achteraf doen. Er zijn pioniers in Nederland nodig, er zijn nieuwe ontwikkelingen nodig die geïmplementeerd worden. En daarom moeten we met ziekenhuizen voor dat traject ook met elkaar in gesprek zijn. Dankjewel. Harm, dat waren de laatste vragen voor jou. Er is nog een compliment ook binnengekomen, wou ik toch even ook even oplezen. De Santion Groep is bereid meer te delen qua uitkomsten. De discussie omtrent variatie en case mix en de toelichting van de dokters zijn zeer relevant. Dankjewel, Carol. En hier krijg ik nog een compliment ook binnen. Ik wou het toch ook maar even oplezen, ook naar de artsen toe. Complimenten aan Santion en de sprekers voor de open en eerlijke weergave van de resultaten. Laten we inzetten op uniforme en efficiënte verzameling van PROMS. Nou, daarmee wil ik de presentatie van de resultaten afsluiten. Wij zouden nu overgaan tot de uitreiking van het boek aan Arja Broenland, de directeur-bestuurder van de Nederlandse Federatie voor Patiëntenorganisaties. Zij is er nog niet. Zij staat in de file. Het regent ook buiten, dus dat zal de reden zijn. Zij is onderweg. Wij verwachten haar binnen nu en 5 minuten. Dus wij willen eerst even overgaan naar de afsluiting van de poll. Die krijg ik nu in handen. Ik weet niet of u dat op uw scherm kan zien. Nee, dat geloof ik niet. Dan ga ik hem voorlezen. Ik moet even kijken of die iets beter kan. Eerst kijken naar uitkomsten, dan naar zorgproces en dan naar kosten. 64% van de deelnemers aan het webinar vindt dat dat zo zou moeten. 21% van nee, eerst uitkomsten, dan kosten en dan proces. 14% van u vindt nee, we moeten beginnen met proces, dan uitkomsten en dan de kostenindicatoren om te kunnen verbeteren. 0% zegt eerst kosten, dan uitkomsten en proces.
Wij zullen dit ook publiceren op de website bij het boek. Het is zo dat wij zo het boek gaan uitreiken aan Arja Broenland. Welkom Arja. Arja Broenland van de NFK, directeur-bestuurder, die namens alle patiënten met kanker ons derde uitkomstenboek in ontvangst zal nemen. Aan wie wij dit heel graag overhandigen. Wij werken, zoals gezegd, veel samen met patiënten en met de patiëntenverenigingen op dit terrein. En wij waarderen zeer de grote betrokkenheid bij al onze value-based healthcare trajecten binnen de ziekenhuizen van de patiëntenverenigingen. En dus ook van Arja. Arja, heel graag overhandig ik jou dit boek. Waarin onze uitkomsten van de behandelingen van de 4 grote tumorsoorten 2015 van de 6 Santion ziekenhuizen instaan. Aan jou. Dankjewel, dankjewel. Nou, ontzettend leuk dat ik hier mag zijn. Dit is een ontzettend mooi resultaat. En het mooiste hiervan is dat het samen met patiënten en patiëntenverenigingen tot stand is gekomen. Ik vind de werktitel transparantie zonder uitleg, daar heb je niks aan. Nou, dat is heel belangrijk. Ik hoop dat we dit heel goed kunnen promoten bij ziekenhuizen en patiënten. Zodat ze het gaan gebruiken in de spreekkamer. En alles voor een betere kwaliteit van zorg en ook goede keuzeinformatie. Dus ontzettend bedankt en fijn dat ik hier mocht zijn. En het boek ga ik meenemen en we gaan het verspreiden. Dankjewel. Heel goed. Dankjewel. Wij komen daarmee aan het einde van dit webinar van Santion. Wij gaan verder met het doorontwikkelen van onze uitkomsten, het verbeteren van onze zorg voor onze patiënten. Wij gaan ook door met het verder verbeteren van de uitkomstensets en het verrijken van die data. Het wordt des te belangrijker, denk ik, omdat er nu ook wordt gesproken over transparant maken van verkoopprijzen. En dan is het des te belangrijker dat we ook duidelijk kunnen maken wat de kwaliteit van onze zorg in de ziekenhuizen is voor patiënten. Ik hoop u volgend jaar weer te zien. Ik wens u een goede reis naar huis. Het regent buiten. Dus ik hoop dat de files meevallen. En een fijne avond.